Helaas, ik wil jullie even snel een rondleiding geven over hoe mooi ons huisje hier is. Het is een appartement in Hvar. Dat is een eiland bij Kroatië. En ik ben er gewoon zo trots op. We hebben even alle onze spullen neergegooid. Dus let maar niet op de troep. Maar goed, anyways. Dan zie je tenminste dat we een beetje leven. En mijn man is nou niet thuis, dus nu kan het. Want hij is degene die altijd het netst is van ons en altijd alles opruimt. En ik ben de man in deze relatie die weinig doet. Dus vandaar de rotzooi. Het is bij ons voor dus. En dan kom je hier dus binnen. Echt, ze hebben hier hele mooie appartementen. Dit is dan wel een hele luxe appartement, maar... Appartementen zijn best wel betaalbaar hoor. Kijk, heb je hier een bad, lichten, lichtbad. Wc. Dit is dan zeg maar een soort van je bar. Het heeft volgens mij een boeddhistische thema, want je ziet allemaal van die boeddhistische schilderijen. Daar heb ik helemaal niks mee. Christenen noemen dat afgoderij, dat is wat de Bijbel ons leert. Want mensen aanbidden vaak ook dingen of mediteren voor die beeldjes. Maar goed, dat is weer een heel ander onderwerp. Dit is wat ik bedoel. Ik vind die dingen echt super eng. Maar goed, oké. Ik probeer s'nachts er niet naar te kijken. Dit is onze eettafel. En die luiken kunnen gewoon allemaal open. Dus het is net alsof je buiten aan het eten bent. We hebben hier een tv, flatscreen. Dit is dus onze woonkamer. Let maar niet op de rotzooi, nogmaals. Heel veel planten heb je hier. Dit is de bedroom. Natuurlijk zit mijn laptop erop. En een zak chips. Kon dat niet laten. Nou, lakentjes. We hebben airconditioning. Nou, de bed zit dus bij de keuken. Het is een lekkere open keuken. Je hebt gewoon een koelkast en een vriezer. Super relaxed, dat zie je niet vaak bij appartementen. Nou, we hebben wat groenten op de markt gehaald, maar niet echt eten, want we eten voornamelijk verse vis buiten. Maar goed, ik had wel zin om wat te koken, want ik mis het koken. Maar ja, ik heb zoiets van, joh, weet je, ik kook voor mensen, dus ik moet mezelf gewoon even verwennen. Hier, vaatwasser zelfs. Nou, over luxe gesproken. En in de kasten zitten ook gewoon spullen, hè, mensen. Er zitten gewoon borden, pannen. Dus koken kan niet makkelijk. We hebben zelfs een oven. Let maar niet op wat ik hier heb gemaakt. Ik was aan het experimenteren. Maar goed, in ieder geval gas, gasfornuis. En afzuigkap. En dan kan je dit dus openmaken en dan kom je op ons balkonnetje. Wat super leuk is, want je hoort de krekels. Ik heb hier ook alweer rotzooi gemaakt. Dit zat wel netter allemaal hoor, maar goed. En dit is dan mijn view. Zo heerlijk, die krekelsgeluiden. Ik vind de vloer ook lekker. Het is gewoon lekker van marmer en ik loop gewoon continu met mijn blote voeten. En heb je uitzicht op het zee. En overal hier hebben ze van die moestuintjes. Iedereen is wel iets aan het oogsten hier. Of het is tomaten of andere soorten groenten. Echt, volgens mij kopen mensen hier amper groenten. Ze maken het allemaal zelf. Maar goed, dit is onze house tour. Wat ik jullie snel wilde laten zien, want ik ben er zo blij mee. Hoop dat jullie genoten hebben. En echt waar, mensen, kom een keer naar Kroatië. Het is prachtig. En veel mensen kennen het niet, maar believe me. Het is te betalen en je komt in een paradijs. Vergeet niet te subscriben om meer op de hoogte te zijn van mijn lifestyle. Doei.